Voorzitter, gisteren was ik ook aanwezig bij een petitieaanbieding met de commissie Onderwijs. Het was een petitie van Stichting Het Gehandicapte Kind. En daarbij kregen jonge leerlingen de vraag waarom het voor haar zo belangrijk was dat ze op een reguliere school zat. En dit was een meisje met een beperking. En ze zei het eigenlijk heel erg mooi. Ze zei, dan weten kinderen zonder handicap ook dat wij er zijn en dat we erbij horen. En volgens mij is dat echt in twee hele simpele zinnen uitgesproken door jonge leerlingen. Echt de kern van waar het om gaat. Iedereen moet er zijn en moet erbij kunnen horen. Daar gaat het om. We moeten elke vorm van discriminatie aanpakken, zodat het voor iedereen duidelijk is dat ieder mens er mag zijn, dat ieder mens erbij hoort. En voorzitter, de timing van dit debat kon bijna niet beter zijn, want morgen is het Kittikotti, de viering van de afschaffing van de slavernij in Suriname. Ik geloof dat meerdere collega's, toen ik hier niet was, daar ook al dingen over hebben gezegd. Het is een belangrijke dag voor velen in Nederland, maar ook een dag die voor anderen nog onbekend is, omdat we ook wel goed zijn in het wegpoetsen van de zwarte bladzijden in onze geschiedenis. Kittikotti biedt ieder jaar weer de kans om stil te staan bij de schaduwkanten van onze Nederlandse geschiedenis. Een kans om slachtoffers te herdenken, de afschaffing te vieren van de slavernij, om te reflecteren op de manier waarop wij onze samenleving vorm willen geven. En het laatste is dan ook, voorzitter, wat we hier vandaag graag zouden willen doen. En we zouden heel duidelijk moeten zijn dat er geen plek is voor discriminatie in onze samenleving. Racisme, seksisme, moslimdiscriminatie, antisemitisme. Discriminatie zou geen kwestie moeten zijn van politieke kleur. En wie het ene moment gediscrimineerd wordt, kan een moment later zelf er een ander discrimineren. En ons doel moet dan ook zijn dat ieder mens als gelijkwaardig wordt gezien in ons land. En dat is nu helaas niet zo. Waar je geboren bent, wie je bent, op wie je valt, hoe je eruit ziet, of je een zichtbare of onzichtbare beperking hebt, dat leidt nog veel te vaak tot geweld, een achterstand in de samenleving of institutionele tegenwerking en dat is onacceptabel. Voorzitter, echte gelijkwaardigheid komt voor uit het besluit om de verschillen tussen mensen te vieren in plaats van ze te tolereren. Daar hebben we het vaak over. Eigenlijk is dat een heel gekke uitdrukking. En dit kan alleen, dat vieren van de verschillen, als we niets of niemand uitsluiten behalve discriminatie zelf. En het is al te lang tijd om veranderingen aan te brengen en al te lang gebeurt er weinig. Al te lang wachten mensen op excuses voor het slavernijverleden. Al te lang is systemische discriminatie al een probleem. En te lang hebben wij deze discussie, die eigenlijk helemaal geen discussie zou moeten zijn. En het is geen geheim dat ons land niet is ingericht voor alle inwoners. Neem bijvoorbeeld validisme, een vorm van discriminatie die vaak wordt vergeten, die mensen met een functiebeperking uitsluit op grond van hun lichamelijke of geestelijke gesteldheid. En zo blijft toegankelijkheid van onder andere zorg, maar ook het onderwijs. Woningen zijn vaak niet toegankelijk voor mensen met een handicap. Dat blijft een hardnekkig probleem en dat laat ook zien hoe discriminatie in zoveel vormen voorkomt. Voorzitter, het is aan ons om die systemen te wijzigen, zodat ze voor iedereen werken. Om het ideaal van gelijkwaardigheid altijd uit te dragen, om het goede voorbeeld te geven. En de nieuwe Nationaal Coördinator, dat is een poging ook vanuit het parlement om daar wat aan te doen. Maar ik begrijp ook heel goed de kritische vragen die mevrouw Leijten daarover stelde. Want ik las de brief door en ik dacht, wat is nu eigenlijk precies het doel? En wat gaat er nu precies gebeuren? Dus ik ben heel benieuwd naar de reactie van de bewindspersoon. Hoe gaat die organisatiestructuur er precies uitzien? Graag een reactie. Voorzitter, wat GroenLinks betreft is het benoemen van Kittikotti als officiële feestdag een mooie stap om zelfreflectie te verankeren in de samenleving. Kittikotti mag echter geen eindstation zijn. Het moet het begin markeren, het begin van een gelijkwaardige samenleving. Een samenleving waarin toegankelijkheid, solidariteit, progressiviteit centraal staan.